Nou, wij als Red Hat samenwerken met Microsoft en met Sogity bieden naar de markt toe een applicatie containerplatform aan. Wat voor bedrijven in staat staat om snellere en nieuwe diensten in de markt te brengen. Waarbij Microsoft Public Cloud offering heeft. Wij een technologische oplossing en Sogity een dienstverlener overheen heeft gebracht. Als je kijkt in de markt, in de commerciële enterprise software markt, zie je gewoon dat onze grote klanten een vraag hebben naar Red Hat en naar container services, Red Hat OpenShift. En dat we daar dus met invulling van een system integrator als Sogity gezamenlijk in de markt denk ik, een power of three laten zien, dus een krachtenbundel plaatsvindt. Met die uitdaging moet je eens kijken naar het proces waarin je software ontwikkelt, maar ook naar een stukje IT-architectuur. Ga ik gebruik maken van een private cloud, een public cloud of een combinatie van verschillende dingen. Om zodoende de snelheid en innovatie naar je klanten eigenlijk te realiseren. Dus als Sogity leveren wij deze oplossing in een managed service aan onze eindklanten. Nou, daarmee realiseren we een versnelling van de time to market waarbij je moet denken aan een verkorting van 55%. En daarnaast besparen we, doordat we dit doen vanuit ons servicecenter, de kosten met 38% voor onze eindklanten. Je ziet de klanten willen versnellen en willen zaken doen met één technologiepartij die weet wat er in de markt speelt, die ontwikkelingen ook bijhoudt, daarin investeert zowel in technologie als in de mensen om oplossingen naar klanten toe te bieden. Als je kijkt naar de samenwerking tussen de partijen onderling, die is natuurlijk eigenlijk gewoon krachtiger dan ooit. Microsoft levert een cloud platform. Red Hat levert daar een prachtige software tooling op vanuit de open source achtergrond. En Sogity levert daar de dienstverlening omheen en die implementeert het bij de klant. Dus je ziet op een aantal vlakken ontwikkelingen geweldig bij elkaar komen waar onze klanten profijt van hebben.